de rellen te snappen, moeten we terug naar 2013. Want toen stierf Chavez, de vorige president. Nou zijn Maduro van. Oh, oké, ik zal Kyoto wel overnemen. Er waren wel wat verkiezingen, maar er was met veel gesjoemel en dit en dat. U zat het volk en de oppositieleider Guaido zoiets van. Hey, dag meneer Maduro. Jullie Chinezen maar niemand te vinden zal wonen, mat. Maar Guaido zei van, voert, ik ben een nieuwe president. Dat was op 23 januari. Ik weet dat nog heel goed. Dat was juist het al een nacht toen ik mijn anale vis liep laten wegnemen. Huh? Oh, sorry, dat is redelijk vies. Maar wacht even, ik heb er een gezichtje op getekend. Haha, Christel de Fistel. Ons moeder zei nog, alleen maar genoeg. En ik ga mijn alcoholstift op je gat liggen tekenen. Toen zei ik tegen ons moeder van, Jezus, ik doe mijn gat wat ik wil. Ik had precies een dictator, precies Maduro ofzo. Maar op ons moeder zei van, wie is dat dan weer? Ik zeg, hallo moeder, kinderen nee, nee. Ik zal het u eens even uitleggen. Als een man die president werd, die dus wel had toen Chavez in 2013 zijn kast leidt. Maar Guaido was er niet blij mee. Guaido, zelfs maar, precies Guido in het post. Roep als moeder en uiteindelijk te geven over Guido Blacanto. Ik zeg, maar hij had er niks mee te maken met de wallen, hè. Ja, dat is nu een foto van een wal, maar als je op Google een foto van een wal in tikt, dan had je een steek. Bij steek kreeg je dat nog wel goede foto's, hè. Maar ik heb het over de Guaido. Oh nee, de Guaido heeft zijn sausje op het werk plagen, maar dat is niet goed gelukt, niet net. En laat het duidelijk zeggen. Zijn er nog vragen?